Identiteit, dat is datgene ja, waarmee we onszelf definiëren, hoe we zijn. Hè? Dat is datgene wat ons tot ons maakt. Willen weten wie ze zelf zijn en tot welke andere mensen ze zich verhouden. En daar hoort ook bij de omgeving en de materiële objecten in die omgeving, de geschiedenis daarvan. Identity, in fact, it's one of the most simple, but also needed references for human being in order to survive in society. Everyone needs identity. Iedereen heeft wel een verzameling die bewaart, omdat je wil weten wie je bent. De foto's die je verzamelt van je familieleden, van je vrienden, van je reizen. Maar ook bijvoorbeeld de muziekcollectie die je aanlegt. Dat gebeurt niet alleen op het niveau van een individu. Maar ook samenlevingen als geheel willen graag die nationale samenhang, de verbinding tussen hun burgers, stimuleren door bepaalde objecten of concepten zoals tolerantie uit te dragen en steeds maar weer te herhalen. Zodat iedereen die zich eigen maakt en dus iedereen dat met elkaar deelt. You want to differentiate yourself from other people. So you want to be seen as Dutch and not as German. A Dutch and not as a French. Met name in de 19e eeuw, toen Nederland vorm kreeg, toen heeft men ja, heel erg de schilderkunst aangegrepen om een beeld van wat nou typisch Nederlands is te ontwikkelen. Heel vroeg zijn er ideeën ontwikkeld, al in de 16e eeuw, waarbij die Nederlandse schilderkunst werd onderscheiden van de enige andere de grootste Europese schilderschool, die van Italië. Ze zouden een bepaalde, stel hersens hebben ontwikkeld, omdat ze in een koud en drassig landje leven. Zouden Nederlanders een langzame, wat zachtere, maar ook wat geduldigere instelling hebben ontwikkeld. Als je gaat kijken naar de historische feiten, dan is het vrij makkelijk om dit soort ideeën door te prikken. En als je bijvoorbeeld kijkt naar iemand die het boegbeeld kan worden genoemd van die Nederlandse school, Johannes Vermeer, dan klopt dat beeld van zo'n nuchtere, hardwerkende Nederlander die afkerig was van hersenspinsels, dat klopt eigenlijk niet. Ten eerste was hij bijvoorbeeld geen Calvinist in dat opzicht dat hij religieuze, katholieke symboliek in zijn schilderijen verwerkte. Het is natuurlijk ook het geval dat wat in de musea terechtkomt uiteindelijk de verhalen reflecteert die we graag over onszelf vertellen. En dat we kunst die gedurende de nazi-periode gemaakt is niet graag laten zien. Ja. Misusing identity is as a common trend in history. So it's definitely about inclusion, but it's also about exclusion. It's definitely about superiority, but also about inferiority. That's what makes it a very interesting concept to work with from a humanities perspective. And that's what makes actually cultural heritage a relevant category. Most of the conflicts that we have today come down to the notion of identity. Het is wel belangrijk om die geschiedenissen te blijven herinneren. What are we going to do with the whole heritage of colonialism? The heritage of colonialism which is still haunting us. So if you are talking about people, Amsterdammers who helped the Jews during the Second World War, you also need to discuss the people who collaborated with the Nazis. Daarbij wordt steeds belangrijker wat de samenleving waar dat museum of dat archief zich op richt, wat die wil bewaren. Er zijn heel veel veranderingen op het gebied van erfgoed en de belangrijkste is wel de rol van digitale technologie. Want dat heeft volledig veranderd hoe wij erfgoed maken of objecten maken die erfgoed kunnen worden. Maar ook hoe wij met erfgoed omgaan en hoe we het bewaren. Vroeger moest je naar, als je een boek wilde lezen dat in één bibliotheek was, moest je daar helemaal naartoe. Als je een kunstwerk van Van Gogh wilde zien, moest je naar het Van Gogh Museum gaan. Nu kan je op Google Art online die schilderijen van Van Gogh in meer detail bekijken dan ooit tevoren. Ben is hier natuurlijk constant bezig met het ontwikkelen van nieuwe technieken om te conserveren en tentoon te stellen. En een van de interessantste ontwikkelingen op dit gebied is het maken van driedimensionale scans en het vervolgens 3D printen. En het is nu al mogelijk om die printers te voeren als het ware met de authentieke pigmenten die ook door de 17e eeuwse meesters gebruikt werden. En wat je dus krijgt zijn driedimensionale reproducties die met het blote oog, zelfs niet door een kenner,
meer te onderscheiden zijn van het origineel. En op het moment dat het publiek niet meer het verschil kan zien tussen reproductie en origineel, is het natuurlijk heel verleidelijk om de authentieke werken niet meer tentoon te stellen. En ook als het om bruiklenen gaat, is het in de toekomst misschien mogelijk om het museum in Japan simpelweg een printopdracht te geven en je hoeft het schilderij niet meer op te sturen. Of zoals hier bij AI, het Filminstituut Nederland, waar ons nationale filmhistorische erfgoed ligt, hoeven we niet te wachten tot de filmprogrammeur voor ons een programma samenstelt. Maar in deze basement kun je allerlei films uit de collectie van AI gewoon met één druk op de knop oproepen. En maak je dus eigenlijk je eigen filmprogramma. Die programmeur die kiest voor ons op basis van expertise. En als je dat aan leken overlaat, kiezen ze misschien alleen maar de films die we toch al kennen en die we toch al mooi vinden. Veel kunstenaars maken gebruik van mediatechnologie. Inmiddels is het al zo dat een website die gemaakt is voor een Netscape-browser in 1995, kunnen wij vandaag de dag al niet meer bekijken, omdat die browser niet meer bestaat. Als je kijkt naar hedendaagse televisieprogramma's, vroeger nam je zo'n programma direct na uitzending op als archief en dan stopte je dat videobandje in je collectie, in het depot. Maar tegenwoordig zijn televisieprogramma's zoals The Voice of Holland of het Eurovisie Songfestival gaan vergezeld van een hele discussie op Twitter. En sommige programma's gaan ook nog door online. Dus wat is nou eigenlijk het object dat je als archief moet bewaren? Waar begint het erfgoed en waar houdt het op? Het is een geweldig beroep, want het gaat over het erfgoed van de toekomst. Identiteit is nog steeds van wezenlijk belang. Het is meer dat we niet meer op die 19e eeuwse manier nadenken over een soort automatische relatie tussen erfgoed en identiteit. This is a global trend today. Since we started talking about globalization, everybody is going in that direction that we would like to have a secure notion, easy notion of identity that we can all live happily ever after. However, the dynamics are still, I think there are so many challenges to achieve this. De kennis die ik verzamel of die ik opbouw is onontbeerlijk voor alle erfgoedinstellingen die zich gesteld zien voor de vraag van ja, wat zijn we nu eigenlijk aan het verzamelen en bewaren? Hoe moeten we dat doen? En hoe moeten we het voor het publiek toegankelijk maken?